De afgelopen perioden zijn heel wat personen slachtoffer geworden dat hun Facebook-account gehackt is geworden. En deze hackers die sturen heel wat vervelende informatie of vragen heel wat vervelende zaken. En dat is dan de bekende kunstenaar Rahid Abdul ook overkomen. Bij de kunstenaar Abdul is de hacker zelf zo ver gegaan om dreigementen te uiten richting president Chandrika Prasad Santokhi. We spraken met Abdul over hetgeen hij heeft meegemaakt en welke stappen hij heeft ondernomen. 3 januari in de avonduren. Dus ik zat en ik kreeg een messengerbericht van een hele goede mattie van mij. Ik moet een code aanvragen van Facebook, maar het kan niet ge-sms'd worden op mijn telefoonnummer. Wil je me een genoegen doen om mij te helpen? Ik zei, oké, ze is mijn mattie, ik help haar, waarom niet? Maar zo dom van mij eigenlijk, dat ik, als je die dingen ziet, moet je eigenlijk niet erop reageren. Want het is al een sein dat het niet zij is. Dus ik heb mijn telefoonnummer gestuurd en plotseling kwam er een ding, hoe heet het weer? En zo kwam die code. Ik stuurde het terug en mijn Facebook-account was gewoon uit de lucht. Ik kon niet meer gaan op mijn messenger. Ik heb bijna 5000 vrienden. En toen ben ik bij een ICT-mattie van me gegaan. Die man is bezig met ICT-dingen. De hele avond zaten we erachter. Tweede avond ook, de hele avond zaten we bijna erachter. En toen kwamen wij erachter dat de hele password, de hele e-mailadres, alles is veranderd. Dus toen wisten we van, dit is gehackt. Ja. En bij u is het niet zomaar gehackt. U hebt er heel veel schade aan ondervonden. Kunt u het delen met de gemeenschap? Ja, zeker weten. De eerste was een bedreiging aan de president. Dat is, als ik het goed heb, 4 dagen terug verschenen. Dus mijn maties, ze begonnen met de appen van Abdul, kijk, 1 uur, tegen 1 uur tijd. Van kijk, er is een bedreiging geplaatst. En die hacker heeft bijna 90, bijna 100 vrienden van mij getagd. Dus dat wil zeggen dat heel veel mensen dat gezien hebben van dat ik een bedreiging heb geuit tegen de president. Dus ja, het eerste wat in me opkwam, de politie. Ik ben gelijk mijn aangifte gaan doen. Ik ben naar Nieuwehaven gereden. Ik heb bij de digitale delicten alles doorgegeven wat mij is overkomen. Het belangrijkste was dat de president geen actie heeft ondernomen, anders was ik nu de bak in. Ja. En ook andere mensen, die zijn intussen zelf naar voren gekomen op hun eigen Facebookpagina, waar zij ook bijvoorbeeld hebben aangegeven, u zou bijvoorbeeld een paar mensen of de persoon heeft aangegeven dat een paar mensen hem opgelicht zouden hebben, met naam en toenaam, alles geplaatst. Dat was ook erg, dus die dag van de dingen, van de bedreiging, dus dat verdween. En de dag daarna verscheen er een stuk van dat 2 mensen hebben opgelicht. Alsof ik het heb geschreven. Maar die mensen waren wel cool hoor, dus ik heb gelijk gebeld, want ik ken ze. En ze zeiden van nee, we weten dat je het niet bent, want ze kennen me. En dus dat heb ik ook doorgegeven aan de politie. Maar intussen tijd heb ik weer niks gehoord. Laten we hopen dat ik ook niks hoor. Want die mensen van de ICT binnen de korps zijn bezig. En dus dat. Het is wel moeilijk om erachter te komen wie erachter zit. Maar ik heb intussen tijd wel begrepen dat er vele mensen, vele bekende figuren, de slachtoffer van dit zijn geworden. En dus daarom wil ik eigenlijk hier bij de samenleving oproepen, namens door uw media. Medium dat mensen niet zomaar moeten klikken op iets. U gaat niet willen geloven, ik ben naar huis gereden. Er kwam een WhatsApp message van verification of zo, code en dit, je moet daarop klikken. Dus ik heb mijn ICT mensen gebeld, ze hebben gezegd van boy, ga niet erop, want nu proberen ze nu via jouw WhatsApp nu jouw contacten naar binnen te halen. Ja, dus dat, zo ver zijn ze. En intussen, zegt u, het is nu een beetje rust of is het opgelost? Het is nu een beetje rust. Het is nog niet opgelost. Want de politie heeft nog niks gezegd van, we hebben een dader
aangehouden of zo. Er moeten nog meer mensen gaan voor aangiftes. Maar die mensen gaan deze week morgen, als ik het goed heb. Dus ja, laten we hopen dat zoveel mogelijk mensen werkelijk naar de justitie stappen. Dat het echt een vuist wordt tegen deze crimineel. Ja. Ja. En heeft u een andere account intussen? Ik heb een andere account intussen. Ja. Ik heb dezelfde pet aan, dezelfde t-shirt en een zonnebril. Dus vandaar dat ik dit stel heb aangetrokken, dat men weet dat ik het ben. Okay. Ja. Ja. En bij de andere, zegt u, dus de persoon heeft in heel korte tijd toch wel heel vervelende dingen. Heel vervelende dingen gedaan. Mensen hebben zelf, dus dieper, die hacker heeft zelf mijn foto's bewerkt, heb ik begrepen, naar andere mensen gestuurd. Dus je weet, die vervelende dingen zijn er ook gebeurd. Hij heeft zelfs mensen geld aangeboden voor... ja, om een omgang te hebben. Als ja, ik zeg het je. Dus ja, mijn naam is behoorlijk geschat. En je weet niet wie het is. Dat is het gevaarlijke in dit. Het kan ook iemand zijn die met je dagelijks zit te praten en zo. Maar je weet niet. Dus ik hoop dat hier bij de justitie zijn werk echt snel doet. Ja. Dus mocht hij weer actief gaan onder de naam Rahid Abdul, ja, dan neem ik aan dat u de mensen van hieruit alvast wil waarschuwen, ja, dat het niet om uw persoon gaat. Dat het niet om mijn persoon gaat. Dit heb ik aan. Dit ga ik voorlopig ook laten op mijn Facebook profiel. Mijn Facebook page probeer ik weer terug te halen, want dat hebben ze niet kunnen hacken. Het was wel op diezelfde naam geregistreerd, maar dat probeer ik weer te herstellen, want ik had bijna 1000 volgers op den duur. Dus dat probeer ik weer actief te krijgen. En u bent een kunstenaar met naam. Dus hij kon uw naam, als u niet had opgetreden, kon hij uw naam heel veel schade. Ja, dus men zou gewoon horen van kunstenaar Abdul is in verzekering gesteld voor het bedreigen van de president. Ja. Dat is wel een behoorlijke kwalijke zaak. Terwijl ik laatst nog contact had met de president. Ik was op kabinet. En die man heeft een cadeau gebracht naar Dubai. Misschien heeft u erover gehoord. Ja, dus nu hangt het ook in het Koninklijk Huis. Namens Suriname heb ik het cadeau gedaan. En hij was ook onder de indruk. Dus men probeert van alle kanten, Bijgenis. Dus dat is wel een kwalijke zaak. Dat in plaats van dat je powert, dat je mensen juist stimuleert, dat ze vooruitkomen, breek je ze toch. En werk van u in het Koninklijk Huis, ja, wat zegt dat aan u? Het is een van mijn hoogtepunten. Want mijn eerste hoogtepunt was een werkstuk, dat is naar Saudi-Arabië. Dat is in 2014 geweest, in de hoofdkantoor van de Islamitische Bank. En nu dit. De protocol was helemaal onder de indruk, heb ik gehoord van de protocol van de president. Van dat ze niet konden geloven dat zoiets in Suriname vervaardigd is. Heeft u aanbiedingen gehad? Intussen tijd wel. Dus ik heb het gepost op Facebook, diezelfde dag dat ik was gehackt, de ochtenduren. En ja, gelijk hebben mensen gereageerd van, wat kost het, we willen eentje bestellen. En zo, dus ja, die dingen gaan, dat zijn lopende dingen. Ja, maar zijn het lokale mensen? Zijn meer lokale mensen. Ja. Maar het is ook de wenselijkheid dat ik ooit een telefoontje van daar kreeg. Dat is niet uitgesloten, dat heeft de president me ook gezegd. Van ja, je mag het wel verwachten. Ja, en ik weet dat het is geen makkelijk jaar voor u geweest, heer Abdul. Je hebt uw moeder verloren, je hebt COVID-19 gehad, ja. U bent gehackt, maar toch, hoe heeft u het jaar toch nog, het jaar 2021, verder nog ervaren als kunstenaar, de hoogtepunten? Nou, de hoogtepunten waren dat ik borstbeelden heb vervaardigd. Ik heb mooie opdrachten naar binnen gehaald. Het was ook bijna eind van het jaar. En nu ben ik aan bezig aan die stukken. Dus heel binnenkort gaat men het zien. Dus dat was het. Het is niet dat ik echt... het is juist dat ik gegroeid ben. Nadat ik COVID heb overleefd, ben ik meer gegroeid. Ik heb mijn videoclip gedaan. Nou, het leven gaat door. We moeten het zo zien. Wij allemaal gaan een dagje weg. Dat is een feit. Maar dan zeg ik ook, het leven gaat door. Niet zitten, u blijft gewoon elke dag werken. Ik blijf elke dag werken. En nou, mensen hebben me ook gezegd van, boy, kijk, wat gebeurt er met jou? Ik zeg, ze kunnen 100 posten.
Maar ik weet dat ik terecht bezig ben. Ik weet dat ik mijn werk naar behoren doe. Dus men kan 100 met 100 negatieve dingen komen. Maar ja, God weet wat de waarheid is. En ik weet wat de waarheid is. En de samenleving, de doorsnee, die mensen die mij kennen weten wat de waarheid is. Ja. Maar wat zijn uw voornemens? Wat heeft u zich voor uzelf voorgenomen als kunstenaar? Wat wilt u doen dit jaar nog? Dit jaar, dus die projecten dat nu lopend zijn, wil ik afronden. Ik wil ook nieuwe projecten naar binnen halen. In april ga ik naar Nederland voor een maand. En dan wil ik ook daar mijn netwerk uitbreiden. Dat ik zie, kijk van met wie kan ik misschien samenwerking aangaan met welke galleries of zo. Dus die dingen zijn in petto. Hoe zijn het exposities in Suriname? In december had ik een groepsexpositie gedaan bij Shadin. Het is goed aangeslagen. Wij waren er met 5 artiesten. Dus het was eigenlijk meer een gewoon, we gaan gewoon een expositie doen. We kijken wat het wordt. En COVID of geen COVID. Iedereen heeft zich aan de regels gehouden, netjes. Iedereen bleef op afstand staan. De opening was helemaal vol. En meneer Hassan Khan van Shadin, hij heeft ook zijn ondersteuning gegeven. Ja. En dus dat was het zo'n beetje. Na lange tijd hadden we weer geëxposeerd. Na zeker 3 jaar. Ja. Voelde het een beetje vreemd aan na zo'n lange tijd? Nee, dus in het begin wel, maar ja, je bent het weer heel snel gewend. Het was wel juist leuk dat we weer naar buiten waren gekomen. Ja. En we zien, wat we niet hadden gehoopt is toch gebeurd. En dat is de enorme stijging. Waarom ik u deze vraag stel, omdat u COVID-positief bent geweest. En wat we nu zien is dat vanwege ons gedrag, feestgedrag, COVID behoorlijk weer is gaan stijgen in Suriname. Ja. Dus ja, maar als de mens niet de verantwoordelijkheid niet wil nemen op zichzelf, dan kan je er weinig aan doen, vind ik. De regering heeft wel zijn wetten en regels gezet, maar als de volk het niet naleeft, dan heb je er weinig aan de regels. Dus ze hebben gefeest, mensen hebben gefeest, ik heb grote feesten gezien. Mensen deden alsof alles normaal is. Maar nu zie je dat alle ziekenhuizen overvol zijn. Dus het is een enorme druk op de medische, op de medici. Ja. 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 Uw oproep voor iemand die toch COVID heeft overleefd, maar ook als burger van het land. Nou, mijn oproep is, hou je aan de regels. Ik zeg niet dat je jezelf helemaal moet afsluiten. Want het leven gaat door, we moeten werken, we moeten verdienen. Maar wees verantwoordelijk. Draag de verantwoordelijkheid als burger dat je niet een andere ziek maakt. Dat is mijn oproep. En ik hoop dat iedereen nu wakker wordt van, dit kan niet zo verder. We moeten eraan aanpassen omdat COVID niet gaat verdwijnen, geloof me. Want als de ene variant voorbij is, komt er weer een andere. U ziet het ook.